Minister Hirschbalin van Binnenlandse Zaken heeft 13 van de 25 politiekorpsen onder financieel toezicht gesteld. Zo ook het politiekorps van Noord-Holland-Noord. Burgemeester Bruinogen van Alkmaar is hier niet blij mee. Nou kijk, wij hebben als Noord-Holland-Noord, burgemeester van Alkmaar is tevens korpsbeheerder Noord-Holland-Noord, hebben wij een financieel probleem. Dat is niet nieuw, dat hebben we al eerder aangegeven, ook in de richting van de minister, toen nog minister Ter Horst. En wij hebben aangegeven dat we ons ontzettende best gedaan hebben om de begroting rond te krijgen. En dat we met name de meerjarenraming, als er niks verandert, niet goed rond kunnen krijgen. En dat we daar eigenlijk als burgemeester zeggen, want wij zijn uiteindelijk als burgemeester verantwoordelijk voor het financiële aspect van de politie in deze regio. Hebben we gezegd van ja, minister, u moet ons wel gaan helpen. Nou, dat heeft u dus niet gedaan. Integendeel, wij worden onder preventief toezicht gesteld en wij willen graag een nieuwe verdeling van de financiën. Ja, want u bent ook bang dat er bezuinigd zou moeten worden op de veiligheid, op de politie. Nou, precies, want wij willen natuurlijk niet dat die veiligheid van de burgers van Noord-Holland-Noord achteruit gaat. En als je dan minder geld krijgt en je moet dan toch zorgen dat die veiligheid gegarandeerd blijft, dat plaatst ons eigenlijk in een onmogelijke situatie. Dat vind ik geen goede zaak, bezuinigen op de politie. Van, daar is al zo ontzettend veel bezuinigd. Nou, dit vind ik absoluut onjuist. Die willen juist veilig lopen, veilig winkelen, dus meer politie op straat. Wat zullen de merkbare consequenties zijn voor de burgers van Alkmaar? Nou kijk, wij gaan ervan uit dat we dit jaar nog geen consequenties hebben voor de burgers. Maar als er niets verandert, dan zal het onherroepelijk leiden tot minder veiligheid in de hele regio. In hoeverre denkt u dat hij daar als burger van Alkmaar last van heeft? Nou, moet je luisteren. Als jij niemand ziet lopen of dat je nergens terecht kan als er wat is, dat is een kwalijke zaak. Ja, het ligt er een beetje aan wat voor politie het is. Ja, ik denk dat mensen met parkeerwachters blij zijn als die hier niet meer zijn. Ja, vanuit landelijk gezien wordt er steeds vaker geroepen van er moet meer blauw op straat. En toch moet u nu bezuinigen op dat blauw op straat. Is dat niet heel erg dubbel vanuit Den Haag gezien? Nou kijk, dat is ook een van de onderwerpen waarom ik zeg van nou laat ik het dan nu maar eens een keer aankaarten. Want als men echt roept in Den Haag er moet veiligheid zijn, dan zeg ik heel simpel, dan moet je ook zorgen dat we dat kunnen. Maar ik wil boter bij de vis. Als men straks zegt van nou, veiligheid blijft een belangrijk thema, dan wil ik ook de middelen hebben om dat te kunnen garanderen. Krijgen we dat niet, ja, dan is het dus een loze belofte geweest. Dat houdt dan in dat wij dus zeggen van wij gaan de begroting van de politie niet goedkeuren. En dan kom je dus steeds meer en steeds sterker onder Haags toezicht te staan. En dan ligt de verantwoordelijkheid ook niet meer bij ons, maar dan leggen we hem dan ook weer terug bij Den Haag. Je speelt dan kaatst de bal dan terug? Ja, tuurlijk. Het kan niet zo zijn dat we minder geld krijgen en toch meer verantwoordelijkheid. Zo werkt het niet.